Welkom bij de Boekenparade, de podcast waarin we ouders en kinderen voorstellen aan de mooiste kinderboeken uit de Forumbibliotheken in de gemeente Groningen. Door middel van fragmenten, meningen van kinderen en vergelijkbare boeken helpen we ouders passende boeken te vinden voor hun kinderen. Ik ben Aafke van de Forumbibliotheken en ik kies het boek. En ik ben Jeroen en ik lees eruit voor. Aafke. Um, wat fijn dat je er bent. Nou zeg het maar, welk uh, boek gaan we lezen vandaag? We lezen vandaag Maandje van Short Kuiper en met hele mooie illustraties van Alice Hoogstad. Ik heb dit boek uitgekozen omdat ik het een uh, ja, heel mooi, een lief en leuk verhaal vind. En ik denk voor kinderen ook zeker leerzaam. Uh, want je leert iets over dieren, over eekhoorns in dit geval. Je leert iets uh, over sprookjes. En ja, Short Kuiper weet het op een fantastische manier allemaal samen te brengen. Ja. Ja, hij wordt vooral wel geroemd om zijn vertelkunst. Dus dat hij gewoon heel dingen heel mooi kan vertellen. En wat hij ook heel goed kan is. Uh, heel goed in de huid kruipen van kinderen. Dus hij kan heel goed eigenlijk denken als een kind. zonder dat het heel kinderachtig is. En hij heeft in 2012 ook voor zijn oeuvre. Uh, de Theo Thijssenprijs gewonnen. En dat is eigenlijk voor schrijvers in Nederland. Ja, een van de meest ja, prestigieuze prijzen. Want die krijg je voor je hele oeuvre. En uh, ik heb iets uh, ja, uh, meegenomen uit het juryrapport. wat hij, toen over hem werd gezegd. Want dat vind ik heel getreffend, ook voor Maantje. Okay. En dat is uh, uh, Shoot Kuiper. Dus hij kan uh, moeilijke dingen. Grootste dingen zelfs vertellen in eenvoudige taal, die zich nestelt in je hoofd en blijft rondzingen als een liedje. Nou, wat een mooi uh, commentaar. Mooi ja. En shoot Kuiper en dit boek, Maantje. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, wat het zo bijzonder maakt is dat het eigenlijk gebaseerd is uh, ja, op een beetje zijn eigen leven. Want hij was een keer met zijn kleindochter, uh, die was bij hem aan het logeren. En toen vonden ze dus ook een eekhoorntje. En dat is uh, eigenlijk de basis geweest voor dit verhaal. Dus iets wat uit zijn eigen leven, uh, nou, wat er is gebeurd, heeft hij meegenomen en heeft hij dit verhaal van gemaakt. wat oh, leuk. Wat leuk om te weten ook als je dit gaat lezen. Zeker leuk. Hey, nou, dankjewel. Maantje, waar gaat het boek over? Maantje gaat over een meisje dat met haar vader, die dokter is, en haar moeder, die bomen schildert, in een huis met een tuin en een vijver woont. Op een dag ziet papa iets op het grasveld liggen. En in dit fragment ontmoet Maantje, die eigenlijk Amani heet, het eekhoorntje voor het eerst. Wat is er voor Engs? vraagt Maantje. Het is een verrassing, zegt papa, maar ik weet niet of we er blij mee moeten zijn. Ze lopen de tuin in. In het gras ligt een eekhoorntje. Zijn lijfje is klein als een muis, maar zijn staart is zo groot als de snor van een reus en net zo bruin, bijna oranje. Leeft hij nog? vraagt mama. Hé hey, eek, zegt Maantje. Ze gaat op haar knieën zitten en steekt haar hand uit om het eekhoontje te aaien. Doe dat nou maar niet, zegt papa. Moet je die klauwen zien? En hij heeft vast ook hele gemeene tandjes. En die tandjes zitten vol bacteriën, zegt papa. Dus als hij je bijt, moeten we helemaal naar de dokter om een tetanusprik te halen en dat soort gedoe. Maar Maandje hoort hem niet, want op dat moment heel langzaam gaan er twee oogjes open. Ze kijken Maandje aan. Ze is op slag verliefd. Haar hart verandert in een bloem. Hij leeft. Hij leeft. Hij kijkt me aan. Kijk dan! Heel langzaam gaan de oogjes weer dicht. Hij knipoogde. De papa van Maandje is dokter, maar gelukkig alleen van mensen en niet van dieren, want hij is bang voor alle dieren, groot en klein. Dit stukje gaat over papa, dan begrijp je wat ik bedoel. Het was zielig voor papa dat hij het vond. Want papa houdt niet van dieren, hij vindt ze vies en eng, dan is het moeilijk om van ze te houden. Er rent wel eens een muisje door het huis en soms komt er een pad naar binnen. Uren zegt papa dan, willen jullie die even pakken en weer buiten zetten? Dat moeten Maantje en mama dan doen. Vorige zomer hadden Maantje en mama een muis gevangen. Papa stond met zijn voeten op de stoel. Zijn hoofd raakte bijna het plafond. Weet je wat ik hier in de krant lees? Als je een muis vangt en in de tuin zet, is hij nog eerder terug in huis dan jij. Je moet ze heel ver weg brengen, wel een paar kilometer. Dan komen ze nooit meer terug. Ze deden het ook nog, Maantje en mama. Ze stopten de muis in een kooitje en fietsten naar het bos. Op een smal weggetje haalden ze de muis uit zijn kooitje. Ze gaven hem een zoen en zetten hem in het gras langs de weg. Nog geen drie tellen later zagen ze een grote schaduw met twee vleugels op de weg. Een buizer dook bovenop de muis, nam hem in zijn klauwen en vloog hem mee de blauwe hemel in. Dat doen ze dus nooit meer. Maar goed, er is dus een klein eekhoorntje dat hulp en verzorging nodig heeft. Wat nu? De moeder van Maantje en Maantje proberen van alles. Maar zelfs de dierenambulance zegt dat eek terug de natuur in moet. Dat dacht Maantje dus niet. Dan bellen ze met het egel- en eekhoornasiel. Vlak bij hun huis en daar willen ze graag voor Eek gaan zorgen. Even later ontmoeten ze Margreet van het asiel, krijgt Eek een nieuwe naam en gebeurt er een wonder. Luister maar. Een mevrouw komt naar ze toe. Ik ben Margreet, zegt ze. Ach, oh, gossie, is dat hem? Wat een schatje. Ze tilt het eekhondje voorzichtig uit het mandje en begint hem aan alle kanten te bekijken. Hoe heet ze? Hebben jullie haar al een naam gegeven? Eek, zegt mama, toch, maandje? Doe maar Dori. Dan ga ik Dori nu wat lekkers geven. Ze pakt een pipetje, zuigt er water in en druppelt het water in het bekje van, eek, uh, van Dori. En dan gebeurt er een wonder. Maantje kan haar ogen niet geloven. Als het water naar binnen wordt gedruppeld, doet Dori Eekhoorn haar bekje open en haar oogjes open. En ze smakt een beetje en ze slikt. En dan, dan komt het aller, allermooiste: ze slaat haar voorpootjes om het pipetje en drinkt lekker verder. Het is een mirakel, zegt Margreet. Het is sowieso een wereldwonder dat ze nog leeft. Wat Maantje zo bijzonder maakt, is haar fantasie en haar kennis van sprookjes. Ze droomt zelfs over sprookjes. En ze bedenkt ze zelf. Samen met haar vader schrijft ze een heel mooi sprookje over Dory. En ondanks dat haar vader geen dierenvriend is, is hij wel heel lief. En ze vindt hem heel grappig. Luister maar naar het gesprek tussen Maantje en haar vader dat ik nu voorlees. Dan snap je wel waarom. Uh, zegt papa, weet je waar veel kabouters zijn? In Zweden. Daar heb je ontzettend veel kabouters. Eigenlijk zie je daar alleen maar kabouters. En geen gewone kabouters, nee, heel bijzondere kabouters. Die kabouters zijn net zo groot als een mens. <laughs> zegt maantje, dan zijn het toch gewoon mensen? Zou je denken, vraagt papa. Volgens mij waren het kabouters. Ze praten allemaal Zweeds. Je hebt toch ook mensen die Zweeds praten, zegt maantje? Nou, zegt papa, ik ben daar geweest en volgens mij waren het kabouters. Hele bijzondere kabouters, hele grote. Ga maar eens mee, dan kan je ze zelf zien. In het boek Maantje gebeuren nog heel veel hele bijzondere dingen. Maar die gaan we niet verklappen. Want hoe het verder gaat met Dory en Maantje kun je zelf lezen. Wij wensen je heel veel leesplezier met Maantje. Ik heb een nieuwe meelezer tegenover me. En ik ben heel benieuwd wie dat is. Maran. En hoe oud ben je, Maran? Zeven. En welk boek heb jij gelezen, Maran? Maandje. En op welke school zit jij? sint school En weten ze op school dat je dit boek hebt gelezen en dat je meedoet aan de podcast? Ja, dat weet de hele klas ook. <laughs> Zijn ze zeker heel benieuwd? Ja. Nou, zullen we maar beginnen met het sterren geven dan? Ja, oké. Okay. Beste meelezer, hoeveel sterren. Geef jij voor het hele boek maandje? Um, een vier. En wat vond je dan zo leuk aan maandje? Um, het was vooral een heel mooi boek en het ging over een eekhoorn. Oh, en hou je ook van eekhoorns? Ja. En vond je het ook een spannend boek? Nee. Was het ook een grappig boek? Daar geef ik wel een drie voor. Uh, de vader van maandje die houdt helemaal niet van dieren. En dan maken ze hele rare gesprekjes. Vond je het ook een leerzaam boek? Ja. Heb je iets geleerd over eekhoorns? Ja. En wat heb je geleerd over eekhoorns dan? Bijna alles. Wat leuk. Ik ben ook benieuwd hoeveel sterren jij geeft voor hoe het boek eruit ziet. Die geef ik wel een vijf. Er zitten heel veel mooie tekeningen in. En de buitenkant is ook heel mooi. Ja. En... Wat voor kinderen denk jij dat dit een heel leuk boek zouden vinden? Um, kinderen die veel van dieren houden. En van voorgelezen worden, denk ik. Ja. ja. En wie heeft het voorgelezen? Uh, mijn moeder. En ook uh, een paar stukjes mijn vader. Oh. Ik ben nog benieuwd of er ook een ander boek is waarvan jij denkt... die mag ook wel in de boekenparade. Um, de Ketelkampioen. Waar gaat het boek over dan? Uh, over allemaal weetjes over dieren over ketens. Over hoe ze poepen. Lijkt me best een gaaf boek. Bedankt dat je je al je sterren wilde geven. En bedankt voor het meelezen. Ja. En Afke, als je dit boek nou een leuk boek vindt... welke boeken vind je dan waarschijnlijk ook leuk? Um, zoals ik al zei, komt er komt een sprookje uh, voor in maandje. En dat is het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes... Dus ik zou sowieso dat sprookje gaan voorlezen. Dus het was in de bundel van Hans Christian Andersen. En verder hebben we een prachtig uh, ja, prentenboek. En dat heet Kek is Tak. En dan denk je, huh, wat is dat voor fantasietaal? Nou, dat is ook een fantasietaal, maar het is heel mooi geïllustreerd. En het gaat ook heel erg over de seizoenen en over dieren. Dus het is een hele creatieve manier ja, om voor te lezen. Want je begrijpt het verhaal heel goed, maar er staat geen enkel woord in wat je kent. Ziezo, tot zover deze boekenparade. Ben jij benieuwd hoe het boek afloopt? Kom het boek dan lenen uit een van de negen Forumbibliotheken in Groningen. Je bent gratis lid tot 18 jaar. In de bibliotheek kun je vragen hoe het werkt. Wij helpen je graag. Oh, op Forum.nl kun je checken of het boek dat je wilt lezen nog beschikbaar is, en anders kun je het reserveren. Dus niets staat je in de weg om lekker te gaan lezen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer! Deze podcast is gemaakt voor de Forum Groningen Bibliotheek. Concept en productie werden gedaan door Jeroen Westhof van Podcast Studio Hoorzaam. Met medewerking van en meedenken door Afke Wechter en Ria Jokshorst van Forum Groningen. De prachtige muziek is van Joris Vos. We vergeten nog iets Afke. Welk boek bespreken we volgende week? De volgende keer lezen we Keverjongen van MG Lennart. うん。<music>